als ik aan het legioen denk, dan denk ik toch aan Europacup-wedstrijden. Werder Bremen uit, Borussia Mönchengladbach in 1995 volgens mij was dat. Er gingen geloof ik 15.000 supporters mee. Of vanaf hier 200 bussen. Ja, dan speel je gewoon een thuiswedstrijd. En nou ja, dan ga je ook nog met goede resultaten weg daar. Ja, dan heb je gewoon de 12e man bij je. En dan, ja, dan weet je niet wat je meemaakt. Dat je gewoon in Duitsland speelt twee keer. En twee keer gewoon, nou, het voelt als een thuiswedstrijd. Ik heb bijna 10 jaar in het eerste elftal gespeeld. Ik heb denk altijd wel dicht bij het publiek gestaan. En, ja, ik denk dat ik ook wel zo was dat je de waardering krijgt omdat je altijd jezelf bent. Doe maar gewoon. En dat is natuurlijk ook typisch Rotterdams. En, ja, mijn band met het publiek was heel goed. Ik heb een heel mooi afscheid gehad hier. En tuurlijk, ik ben ook wel eens uitgefloten. En dat hoort erbij. Ze zijn heel kritisch. Ja, het is goed of slecht. En dan moet je ook tegen kunnen als speler. En nee, op een gegeven moment bouw je een bepaald krediet op. En ja, als je dan ook nog op positie, dat je een bepaalde wedstrijd heel belangrijk kan zijn. Ja, dat is natuurlijk mooi als je dat met het publiek kan delen. Als het goed gaat, staan ze zeker achter je. Maar zeker in de mindere periodes, dan zijn ze dan eigenlijk nog meer voor je. En ja, dat vind ik eigenlijk het unieke van het legioen. Dat zijn echt, ja, dat zit bij die mensen in de hart. En ja, dat is wel heel mooi. Het legioen is Feyenoord en Feyenoord is het legioen. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven.